Ja, want zoals in het begin al gezegd, bij elk tof evenement hoort natuurlijk ook kunst. Nou, we hebben kunst in zijn volledige belichaming hier aan tafel zitten. Namelijk Joni Kling is bij ons. Hoi Joni. Hey. Yes. Hallo. Ik vind het leuk. Ik wil, omdat ik het niet fout wil doen. En ik wil gewoon vooral de volledigheid van de informatie die ik over jou heb gewoon eigenlijk delen met mensen. Ga ik het gewoon even kort voorlezen. Okay. De figuren van Joni Kling lijken te wonen in een vervlogen tijd vol sierlijke spelonken. Gebeeldhouwde oermensen met statige ranke dieren. Haar strakke en tegelijkertijd sierlijke lijnen zoekt ze daarmee naar een constante spanning tussen directe emotie en zalige abstractie. Ja. Ladies and gentlemen, Joni Kling. In de building. Hoe is het met je, Joni? Ja, goed. Ja? Ja. Met jou ook? Met mij ook. Ja? Absoluut. Ik vind het super tof dat je er bent. Hoe heb jij je de afgelopen tijd bezig gehouden? Ik kan me voorstellen dat, omdat er zo weinig te doen was, dat jij als een gek in je atelier hebt zitten werken. Nou ja, ik heb eigenlijk best wel een goed jaar gehad, 2020. Ja. Mag je dat zeggen gewoon? Ja, hoor. Toch? Nee, ja, oké. Nee, dat is best wel. Alleen de laatste 2 maanden was wel een beetje struggelen of zo. Maar ik denk dat het ook een beetje zo'n winterdipje, corona-klap of zo is. Maar ik denk in 2020 is het best wel goed gegaan. Ja. Dat was heel leuk, ja. Wat heb je zo al gedaan? Ik weet een paar dingen, maar het is leuk als je het even vertelt. Oké, nou. Zeg maar, op het begin van de eerste lockdown, toen we allemaal nog dachten, oh, dit gaat 3 weken duren en dan is het weer voorbij. Dan ga je zo lekker experimenteren, inderdaad, wat je zegt in je atelier. En toen heb ik een zelfportret gemaakt. Maar toen dacht ik, oh, maar misschien vinden mensen dit ook wel leuk. Van jezelf in lockdown, lalala. Want je denkt dat je deze tijd niet wil herinneren, maar dat wil je wel. Uiteindelijk, als het allemaal voorbij is, ooit. Ja. En toen heb ik dat dus zeg maar online gegooid. Van, geef mij een foto van jullie in lockdown, in isolation. En dan maak ik daar een portret van. En toen heb ik dus... dat ging op een gegeven moment gewoon heel goed lopen. Dus dat heet dan Isolation Portraits. Dus daar heb ik de eerste 3-4 maanden heb ik daar... Heel tof. Ja, dat ging supergoed. En dat heb ik de eerste 3-4 maanden gedaan. En dat sloeg best wel aan, gewoon via Instagram. En daarna heb ik een pop-up gallery shop, werkplaats, tattoo shop gehad voor 3 maanden. Nice. En dat was eigenlijk precies in een goede periode. Toen het zomer was, super warm en dat de regels net nog wat losser waren. Dus ja. Ik mocht ook een aantal mensen in de shop ontvangen. En dat heb ik dan 3 maanden gedaan. Dus eigenlijk best wel goed. Ja. Allemaal ook wat grote werken verkocht. En, ja. Ja, en toen in november was dat voorbij. En toen dacht ik, oh, ik ga eventjes een maandje niks doen. En toen kreeg ik gelijk zo'n klap van... Ja. Oh, shit. Ja. Ja. Nou ja, even fast forward naar nu, zeg maar. Ja. Want we hebben hier een Joni Kling original. Kun je misschien voor de mensen thuis vertellen wat het is? Ja, nou, jullie vroegen mij of ik zeg maar een werk wilde maken gebaseerd op een schieblok. Maar toen kreeg ik wel lichtelijke paniekaanval. Want het is zo breed en veelzijdig en superveel creatieve initiatieven en horecagelegenheid dat het gewoon niet in 1 werk samen te vatten valt. Ja. Dus toen ben ik daar verder over gaan nadenken en toen heb ik ingezoomd. En toen heb ik ingezoomd op Bar, natuurlijk. Daar heb ik 5 jaar gewerkt. En iedereen die in het schieblok werkt, die is daar wel eens een keer geweest. Tegenwoordig Poin, voor de mensen thuis. Ja, tegenwoordig Poin, inderdaad, want Bar bestaat niet meer. Dus dat leek me wel het meest logische. Dus het is eigenlijk een ode aan Bar, maar ook aan het nachtleven. En omdat iedereen het in mijn omgeving het heeft over een uitlaatklep. Maar het is veel meer dan dat. Het is, zeg maar, wat je meemaakt op zo'n avond, dat is niet voor 1 avond. Maar dat neem je mee en dat ontwikkelt zich... En tot in hoeverre is het meeste van jouw kunst geïnspireerd op het nachtleven? Want je hebt er natuurlijk ook ontzettend lang in gewerkt. Wat ik nu maak? Ja. Nou ja, eigenlijk niks. Helemaal niet? Nee. Alleen dit eigenlijk? Alleen dit, want ik maak heel veel vrijwerk. En als mensen dan vragen of ik iets in opdracht wil doen, dan ga ik daarover nadenken. En dan ga ik daar zeg maar een concept op uitwerken. En dat heb ik nu dus gedaan, want normaal doe ik het gewoon vanuit mijn eigen... Ja. Maar ik vond dit dus heel erg leuk, want toen ging ik dus nadenken over... Ja, wat is het dan? Want het is meer dan een uitlaatklep. En wat er op 1 avond gebeurt, dat neem je mee. En dat je plant eigenlijk zaadjes voor in de toekomst zonder dat je het door hebt.
daar ben ik zelf ook een beetje het levende bewijs van, vind ik zelf. Ja. Omdat ik daar 5 jaar heb gewerkt. En al mijn eerste opdrachtgevers en mijn eerste kopers waren eigenlijk mensen die ik via bar heb leren kennen. Ja, weet je, bar, biergarten, kino, allemaal mensen die ik via mijn werk heb leren kennen. Dus wat je hier eigenlijk ziet, is het gaat heel erg over even kijken hoor, moet ik even goed nadenken. Ja, dit zijn zeg maar de pilaren van het nachtleven. Dus de horeca, of zeg maar de clubeigenaren, maar ook de portiers en de toiletmedewerkers en de barmedewerkers en Jetty en Chris en natuurlijk iedereen van Biergarten en eigenlijk iedereen. Ik ben benieuwd wie is Jetty, wie is Chris op deze. Maar nou, dat maakt dus eigenlijk niet zo uit. Het maakt niet, in principe kan je gewoon iemand uitkiezen en zeggen, nou, dit is Jetty, dit is Chris. Ja, ja, de grootte maakt niet echt uit. Dat is denk ik een beetje aan je eigen invulling. Okay, ja, precies. Ja, want ja. Wie denk jij dan? Wie denk ik? Ja, ik zie Jetty en Chris zijn natuurlijk de vader en moeder van Bar. Dus ja. Ik zie die dan wel als de twee buitenste inderdaad. Ja, maar dat is dus het mooie, want het maakt eigenlijk niet uit. Want het daarom, weet je wel, het begint zeg maar hier. Dus je bent, dit ben ik, of jij, of anybody else, maakt niet uit. En dan ga je zeg maar een avond naar de club, lalala. En dan is het ook een beetje zo, je weet niet wat je te wachten staat. En daar gaat het ook een beetje over, weet je wel. Je moet je als persoon openstellen voor het onbekende en buiten je comfortzone treden. En dat is ook gewoon heel erg het nachtleven. En het gaat over connectie en verdieping en verbinding en verbreding als persoon in groepsvorm. Ja. En dat missen we nu allemaal. Ja. En dan kom je zeg maar binnen. En dan kom je dus eerst binnen langs de pilaren, weet je. Al die mensen die ervoor zorgen dat het nachtleven bestaat. Superbelangrijk. En dan raak je elkaar meteen kwijt. Natuurlijk. Dat is natuurlijk het zoals het meestal gaat. Zo gaat het. Maar dat is goed. En dan moet je een beetje wennen zo. En dan sta je een beetje achter een pilaar te kijken wat er allemaal gebeurt. En dan een beetje chillen. En dan ben je toch eigenlijk wel blij dat je dat gekke hoedje op hebt gedaan. En dat gekke jassie, want dat kan. Dat kan gewoon. Ja. En dan realiseer je dat de muziek precies is wat je wilt. En dan kijk je omheen en dan voel je dat iedereen dat ook voelt. En dan waai je opeens eventjes in een wereld waar de tijd niet bestaat. Ja. En dan ga je opeens performen of heb je gekke dansmoves. En maak je vrienden voor het leven, want het is gewoon, het is niet één avond. Je neemt het allemaal mee naar de rest van je leven. Ja. Misschien. En dan ga je naar huis en dan heb je helemaal nieuwe energie om weer aan de week te beginnen. Hoe heb je gekozen voor de symmetrie, zeg maar, om het aan weerszijden gelijk te maken? Ja, vind ik heel lekker. Ja. Ja. Dat is OCD mijn OCD werkt heel fijn. Ja, okay, ga ik heel lekker op. Ja, nice. En dat is, maar weet je wat ook het chillen is? Want ik heb nu bar gekozen. Maar je kan eigenlijk ieder bedrijf in het schieblok kiezen. Of anywhere. Maar je kan ook bijvoorbeeld, als jij gaat stage lopen bij operator bijvoorbeeld, kan je dit ook laten zien op deze manier. Alleen is de inhoud dan anders. Ja. Dus je kan het allemaal naast elkaar plakken. En dan heb je gewoon een heel verhaal van een heel leven eigenlijk. Ja. Ja, je hebt het eigenlijk al een klein beetje verteld. Hoe grote rol heeft dit hele gebied, heeft het nachtleven op zich, de nachtcultuur, gehad in jouw leven? Ja, heel groot dus. Want bar heeft eigenlijk wel een soort van aan de grondslag gestaan van mijn creatieve carrière. Hm. Klinkt echt heel kut, creatieve carrière. Maar, sorry jongens. Maar, ja, ik ben nu 2 jaar lang fulltime kunstenares. En daarvoor werkte ik nog bij bar. En toen had ik ook al 2 jaar mijn eigen bedrijf. Dus je bent eigenlijk een beetje zo in bar aan het werken en je eigen bedrijf aan het opzetten. Maar ondertussen, zonder dat je het door hebt, ben je gewoon een creatief netwerk aan het opzetten. Dat heb je niet door, maar gewoon door alle mensen die er komen en wat je met elkaar meemaakt. En dan heb je een tof idee en dan komt dat weer bij die terecht en dan weet die weer iemand. En dan opeens, ik heb nog steeds mensen waar ik mee samenwerk. Dat is met Romy van Eijk ben ik nu een kledinglijn aan het opzetten. Met Thijs van Tegendraad heb ik een kledinglijn gedaan. Met Jetty ga ik volgende week een livestream doen waar ik ga live painten en waar zij gaat draaien. Dus het gaat gewoon door. Ja. Dus het is veel meer dan alleen maar een uitlaatklep. En zo blijf het is ook je een inlaatklep eigenlijk. Een inlaatklep? Ja. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie. Ja. Je krijgt er gewoon energie van en je krijgt je vormt je toekomst een beetje, toch? Ja, zeker. Ik ben ook gewoon heel erg benieuwd naar waar je vooral naar uitkijkt. Omdat je natuurlijk al zoveel hebt gezien, word je nog snel enthousiast. Ja, nu heb je natuurlijk een hele tijd al niks kunnen doen. Hè? Ik word er vooral enthousiast van. Sowieso. Maar zometeen, als de avondklok is weg, de clubs gaan weer open, wat ga je dan als eerste doen? Maar gewoon
het algemeen, waar ga je naartoe? Waar kunnen we jou vinden dan? Oh, nou ja, dan, ik zou wel heel graag zeg maar naar het buitenland willen. En best wel gewoon op reis gaan weer. Yeah. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. En een buitenfeestje gezellig, denk ik wel. Ja, om je inlaatklep weer even goed om in te laten. Om je inlaatklep te vullen. Toch? Ja, hartstikke mooi. Ja. Met dat gezegd hebben, denk ik dat we hem gewoon lekker gaan afsluiten. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit mooie werk. En ook dat je even de tijd wilde maken om erover uit te komen leggen. Ja, waar kunnen mensen meer van jou vinden? Ik denk joniekling.nl, maar... Nee, is dat niet een ding? Nee. Mijn bedrijf heet studiokling.com is de website. Studiokling.com. Ja, en op alle Instagram socials. Instagram ben ik vooral heel erg. En Facebook ook. En dan mijn website. En, hoe lang is de wachtrij voor tatoeages? Dat is al lang. Lang, hè? Ik kon natuurlijk ook niet. En ik heb nog geen studio, dus dat duurt nog eventjes. Nou, als je boekt... Schrijf je in? Ja, ik boek voor wanneer het kan. Dat zal waarschijnlijk na de pandemie worden, maar we zien het wel. Ja. Nogmaals, ontzettend bedankt. Daarmee wil ik gelijk het programma afsluiten. En jullie sowieso thuis allemaal bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie voornamelijk hebben geleerd, maar ook geïnspireerd raken en zijn geraakt door alles wat hier besproken is aan deze tafel. Dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat wij waarborgen in deze mooie stad wat de nachtcultuur doet, wat het is en wat het betekent. En dat... vooral de mensen die wellicht dat nog niet zo goed wisten, nu eindelijk begrijpen waarom het ons allemaal zo aan het hart gaat. Dat is denk ik de grote boodschap die jullie van ons mee hebben gekregen vanavond. Daarnaast wil ik alle tafelgasten bedanken, dus iedereen die ik hier aan tafel heb gehad. Ik wil sowieso de artiesten nog bedanken die zich van hun beste kant hebben laten zien met hun craft of skill. Daarnaast wil ik natuurlijk ook bedanken de mensen die dit geheel helemaal mogelijk hebben gemaakt. Dan heb ik het over de Nachtwacht, Operator Radio en natuurlijk Cultuur Concreet. Vergeet vooral niet even hun evaluatieformulier in te vullen, want dat kan heel veel verschil maken. Sowieso bedankt Karel Schep, Gregory Marto di Grommo. Jawel. A.k.a. One Enterprise. En natuurlijk wil ik even aangeven dat het geheel gewoon lekker terug te kijken is. Ben je mijn kop nou nog niet zat en denk je, ik wil eigenlijk toch nog wel een keertje luisteren naar wat er gezegd is, ga dan vooral naar de site van de Nachtwacht. Dat is www.nachtwacht.nl. Rotterdam. www.nachtwacht.rotterdam. En je kan natuurlijk gewoon naar het YouTube-kanaal gaan. Maar vooral moet je naar de socials gaan en volgen. Want zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe dingen die er in het verschiet liggen voor de Nachtwacht. Mijn naam is Jermaine, beter bekend als MC JR. En voor nu zeg ik een hele fijne avond.